Phoenix, 11, U, de groep van symbolen, tilde E, uis S, Z rechte streep, S hierin. Hierheen waar de Twente Temptation. Dankjewel, hoe is dat? Goed, met jou? Ja, zeker. Zijn er een beetje zin aan? Zeker, ik altijd. Altijd, mooi. Mooi. We gaan vandaag weer toeren met de D-ticket, het 49-euro abonnement voor ganz Deutschland. Ik heb er best wel zin in. We nemen wel het toertje, beginnen we vanaf Hengelo. Want hier zijn werkzaamheden en dan moet je anderhalf uur in de vervangbus. Reis je mee? Beste reizigers, het volgende station is Hengelo. Je stapt hierover op de blauwnettreinen naar Zutphen en Oldenzaal, de Eurobaan naar Bielefeld en op de NS-treinen naar Amsterdam, Apeldoorn, Den Haag en Schiphol. Deze trein rijdt naar Hengelo. We gaan hier overstappen op de Eurofiel richting Duitsland, maar Pinkom Alster, ik heb best wel toe aan een bakje koffie. Ja. Ja. Ik beschik over mijn cafeïnehouder de warme drank die ik naar aanstond door mijn strot zal gieten. Er heeft zich hier een beste menigte verzameld voor de Eurofiel, want het is verrassing of niet, het ding is te laat. Niks! Ah, speaking of the devil, daar is hij dan. Goed, jetzt geht's los, op naar Duitsland. Is außer Betrieb. This lavatory is out of order. Nou, als dit nog geen klassieke Duitsland tour was, weet ik het ook niet meer. Het viel me net al op dat er heel veel van deze Euro-Viro-flirtjes aan de kant stonden in Hengelo en ook in Bentheim. En we gaan echt de hel in, want ze rijden maar tot Iberburen Langebek en elke 2 uur of zo. Aangekomen in een heel erg druk rijden. We stappen hier over op de RE60 naar Braunschweig. Het is echt knetterdruk hier, niet normaal. Random spoorwijziging is random. Juko van de Westfalen maakt een kist op de RE60 naar Braunschweig toe met bruut interieur. Ook lekker comfortabel. Deze trein nemen we naar Hannover Hauptbahnhof. Ja, prachtig. We zijn in Esch. Pakje drinken. Oh jezus, wat is het hier druk. Oh, dit is niet best. Alles moet van deze trein mee. Lekker knus nu hier in de trein, maar het is wel echt donders genieten deze rit. Julian, waarom is het nog net zo sport? Dat sport is het zeker niet, want dan kom je eruit te zien als mee. Ouderwetse toiletblues bij de Westfalen, maar 2 toiletten afgegaan, allebei defect. En deze hebben ze de fucking spiegel van gejat. Mooi. We komen nu aan naar Hannover, nu gaan we de trein evacueren, zowat. Dank u. Het slaat altijd helemaal nergens op hoe druk het hier is, jeetje. Nou, we hebben onze trein uitgevochten. Pinkeltje, tijd voor lunch, wat gaan we doen? Nordzee. Lekker. Yes, Nordzee is binnen. Ik heb een lekkere mixbox gehaald. Wat heerlijk smikkelen. Wat me hier opvalt is dat daar een kaasautomaat staat van fucking Flex Train. Dat heb ik nooit gezien. Nu met de RE1 richting Bremen. 7 wagons aan DB Dosto en het is knetterdruk. Let's go! In de regionale treinen van Niedersachsen is een alcoholverbod, maar dit is Franciscana alcoholvrij. Proost, leuke vlog dit. Vater, verbrücke mich mit deiner Windmühle.
Kill, wat heb je dan weer daar? Je hebt mij wat gestuurd, dat is echt niet normaal. Ja, sorry. Oh mijn god. Dat is niet goed. Holy bloody shit. We zijn bijna aan Bremen, maar we hebben een beste vertraging. Omdat er te veel fietsen mee willen met deze trein. Het is echt niet best, maar ik zie een tram. Kijk jullie een tram? Ja, tram. Tram. Ik denk dat deze Zug hat dan in Bremen einen planmäßigen Aufenthalt und wird um 14.53 Uhr weiter in Richtung Norddeiche Mole fahren. Mit halt unter anderem in Oldenburg, Leer und Emden. Oh ja, wanneer je dacht dat het een Hannover extreem was. Kijk, Bremen. Patrick, kijk. Een tram. Kijk, een tram. Bremen-Hauptbahnhof, niet zo'n heel leuk station. Als je autisme bent, dan ben je echt zo overprikkeld, want het is hier zo ontzettend knijterdruk. Als je naar de achterkant gaat van het station, zit daar een hele brute wassenkraam van Husten, Holsten, zoiets. Met echt hele goede, lekkere currywors en ook lekkere pizzapunten kun je daar krijgen. Echt super aanbevolen is dat. We zijn nu weer op het perron nu voor de volgende trein. We nemen zometeen de DB R19 naar Osnabrück. Weer een Dosto, maar dit keer maar 5 wagons, dus wat nog drukker dit. Nice, we hebben plek, wat heroïne, Dosto met die blauwe lampen en die betere stoeltjes. En we hebben lekker voor onderweg wat te drinken natuurlijk. Vitamalt, alcoholvrij maltdrankje is dit. Oh Alex, het komt over mij klaar. Ik zeg proost. Er zitten wel erg veel windmolens in je vlokken, hoor. Dat vind ik niet kunnen. Ja, maar het is niet de Saxen, wat wil je? Dat zijn weilanden met windmolens. Maar goed, we hebben nog wel nog een Vitamals. Die komt al wat minder hard klaar. Kijk, Vitamals, lekker. One eternity later. Patrick, het is horror op je werk. Mijn god, hé. Dat is niet best dit. Kijk, de tegentrein. Die is een kwartier te laat. Het zijn Duitse praktijken hier, jeetje. Jullie en ik gaan op het volgende station jou de trein uit bonjouren. Is dat dan Osnabrück dan? Oh ja, frik, dat is inderdaad Osnabrück. Bitte achten Sie beim Ausstieg auf den Unterschied. Nou, Osnabrück, net zo mee als Hannover en Bremen, hebben hier korte overstap op de RE60, want er is dus geen RB61 op de trein richting Rijnen dus. Kijk Julian, dat is de Osnabrück. Godverdomme. Kijk jullie naar de lopen mensen over de Osnabrück. Kijk jullie gaat powerbanken. Nee, is draadloos. Oh, draadloos. Gaat draadloos powerbanken. Ja, en ik ga de powerbank opladen. Wat heb je daarvan? Ik ga de powerbank opladen en ondertussen ga ik je telefoon opladen, want het is draadloos. Ja, let op. Kijk, je gaat hier de stekker erin. Ja, klik. Ja. Anticlimax. Ja, kijk. Patrick, wat is dit? Een Japans Coca-Cola flesje. Een Japans Coca-Cola flesje, ja. Ik ben heel benieuwd. Het smaakt gewoon naar Coca-Cola. Herr Otten, waar zijn wij? We zijn een Nicht-Einsteigen. Rijnen. Lekker pakje drinken. Het is nu wachten op de Eurofiel terug naar Hengelo. Hij rijdt hopelijk. Er komt nog wel een Intercity eerder naar Amsterdam toe. Daar hebben we niks aan, want dat is Deutschland ticket niet op geldig. Oh nee, toch niet. De conducteur die herkende ons. En nu zitten we hier gratis even voor niks in. Hartstikke mooi. Zelfs in Oldenzaal blauw net boerel voorbij geschud. Dan komen ze aan op het station van Hengelo. Wat er dan naar Enschede rijdt, ik hoop dus dat we de sprinter halen. Maar ik zag dat de Intercity naar Enschede ook 12 minuten te laat is. Dus misschien even wat er zo komt. Ik vraag. Deze plek mag voor 3B of mag je
Zo, keurig een half uurtje voor geplande tijd aangekomen in. Kijk, ik snap donders goed dat je een treindienst Blauwnet noemt, maar die trein is toch echt rood. Juist. Oh ja, dat past wel. Nou ja, we hadden dus geluk met de Berlijnen dat we mee mochten. Dat we daardoor eerder dachten, dat zijn we dus de langste, traagste goederentrein ooit hier gemanifesteerd. Ophokplicht. Op naar huis. Om de trein te verlaten, mag ik jullie wel, denk ik. Zo duidelijk dus de station Enschede, de eindbestemming van deze treinreis. Lukt het bij jullie wel? Kel, wat een tour was dit toch? Ja, zeker. Ja, donders. Het eindigt weer waar het begon. Pinkel Master. Doei. Bedankt voor de leuke dag, man. Yes. Mooi, mooi. Tot de volgende. Ik zag net een dikke reet van mijn bus de hoek omwippen, dus daar heb ik helemaal saus aan. Dus ik ga even te voet naar huis, want je hebt een hele leuke video. Duimpje omhoog achterlaten en abonneer ook eventjes op mijn kanaal. Heel graag tot de volgende keer. Dat jullie een zachtjes, want best op niks allemaal. Later. En addict.